Van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Paardensport in Almelo. De Almeloze Ruitendagen worden dit jaar voor de 49ste keer gehouden op het terrein van het Twents Hippie Centrum in Almelo. Eerste weekend is voor de ponies van 26 tot 28 juni. En vanaf maandag komen er bijna 1000 paarden aan de start tijdens de Almeloze Ruitendagen. We hebben ontzettend veel deelnemers. We zitten weer op het niveau van 2 jaar geleden. En dan praten we over starts, want dat is eigenlijk toch wat makkelijker. En dan praten we over zo'n 4000 starts bij de ponies en zo'n 6000 starts bij de paarden. Nou ja, dan kunnen we nagaan, dat zijn vele duizenden deelnemers. Met name in het ponyweekend hadden we heel erg veel bezoekers, zelfs nog meer dan voorgaande jaren. Het aantal ligt ongeveer op zo'n 35.000 tot 40.000 per jaar. Vergeet niet, het is een 10-daagse evenement en doordat het zo'n groot evenement en zo verspreid over de dagen is, komen er ook heel veel mensen kijken. En het zijn ook de opa's en oma's die overver hier naartoe komen en een paar dagen hier de horeca opzoeken om daar te overnachten en toch ook graag hun kleinkind willen zien rijden. Dus dat alleen al zorgt er gewoon voor dat we heel veel bezoekers hebben. En dat betekent dat ongeveer zo'n 8 ton aan omzet extra in Almelo en omgeving. Dus niet alleen Almelo MKB, maar ook in de wijde omgeving. Alle hotels en dergelijke, die profiteren daar zeker van mee. Ja, we hebben hier mensen bij die hier misschien ook al wel voor de 30, 40ste keer. Toevallig een van onze eigen leden doet dit jaar voor de 40ste keer mee aan de Ruitendagen. Ik begon als klein jongen, Henk Vreeman. En hij doet nu voor de 40ste keer mee. Maar zo hebben we heel veel mensen die uit overver komen, die of je zelf mee hebben gedaan en nu met hun kinderen meekomen. We hebben altijd een heel grote groep aan sponsoren. En die hebben we nog wel, maar dat verandert ook. Er zijn ook sponsoren die zeggen, nou, dit jaar niet. Of de crisis die we toch nog wel redelijk hebben, dat kunnen we toch nog wel merken. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe bedrijven, nieuwe ondernemingen in de Almelo omgeving die toch weer aansluiting zoeken bij een prachtig groot evenement. En een heel mooi uithangbord is natuurlijk de Hippische Sport. De Almeloze Ruitendagen. Tot en met zondag 5 juli. Paardensport in Almelo. U kunt er gaan kijken. De toegang is gratis. Twee verontruste ouders. Jumi Overeem en Angelique Mulder. Ze hebben ingesproken bij de Almeloze gemeenteraad omdat er geen regeling is voor mensen in de bijstand om vergoeding te krijgen voor de aanschaf van verplichte schoolspullen voor 16 en 17-jarigen. Dit gaat eigenlijk over de schoolvergoederingen voor jongeren, voor eigenlijk voor alle jongeren en dan voornamelijk ook voor de kinderen tussen de 17 en de 18 jaar die een diploma op zak hebben en vervolgens naar een mbo-opleiding mogen gaan, maar niet in aanmerking komen voor studiefinanciering of een andere vergoeding. En daardoor moet je heel veel kosten gaan maken die niet te betalen zijn en dan ga je naar de gemeente en dan zegt de gemeente sluit maar een lening af, maar dat is eigenlijk niet te doen, want een lening is niet te dragen. Ja, ik was aangegrepen en ook wel geschokt over wat ik hoorde. Want zover ik begreep waren het mensen die ook uiteindelijk op bijstandsniveau leven. En het kan niet zo zijn dat je uiteindelijk niet mee mag komen, niet mee kan komen als je toevallig 17 bent en je begint aan je vervolgopleiding. Er zitten natuurlijk veel haken en ogen aan. Het Rijk heeft bepaalde zaken afgeschaft waardoor het bij de gemeente op het bordje komt. Maar ook scholen hebben hier een verantwoordelijkheid in. Er moet van alles gekocht worden en gedaan worden en de gemeente doet daar weinig in. En dan heb je de kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan waarvan verwacht wordt dat daar een laptop voor aangeschaft wordt, een laptoptas. Het is allemaal verplicht bij school, maar het is niet te betalen. Kinderen die van de lagere school, die niet met schoolreisje mee mogen, die niet met kerstdiner kunnen meedoen, omdat ouders de schoolkosten niet kunnen betalen. En ik dacht altijd dat onderwijs is de toekomst. Ja, niet zo gek lang geleden hebben we wat clusters behandeld bij het armoedepact bijvoorbeeld. En een van de clusters die eruit kwam was het frictiefonds. En daar is geld ter beschikking gesteld. Die draait nog niet, zeg ik er gelijk bij. Die in het najaar zal die actief zijn. Maar daaruit zullen ook zaken bekostigd kunnen worden waarbij dingen volgens de beleidsregeltjes van de gemeente niet mogen. Dus er zijn wel oplossingen. Maar ik was vooral geschokt over dat mensen mij werd gezegd van sluit maar een leningje af bij de Stadsbank. Kinderen en ouders die op het minimum zitten of net iets boven het minimum zitten, is het al niet meer te betalen. Want die kosten zijn zo hoog. Dat is niet te doen. En het is niet alleen de bijstand, maar ook de mensen die net iets boven de bijstand zitten, die boven alle, tussen alles invallen en helemaal niks hebben, die hebben het net zo zwaar en die worden ook net zo hard getroffen door alles.
De kunstwerkplaats 8Z, de Acht Zaligheden, bestaat 5 jaar. Reden voor een feestje waar zelfs de burgemeester en de wethouder van cultuur even bij aanwezig waren. De kunstenaars mogen het pand van voormalig boekbinder Kroeze gratis gebruiken tot zich een huurder aandient. Ik praat recht, jij praat krom, maar dat is toch niet zo. Stomdronken zijn wij allebei. We draaien om de hete brei. Als jij daar staat op de stoep, dan ben ik zo blij. Ik heb je toch weer kunnen lokken, ja. Ik voel mij aangetrokken. Nou, bij dit atelier hier op deze plek is 5 jaar, omdat we 5 jaar bestaan als achtzaligheden. Maar bij Paco Plumtrek, het kleinste pony van Almelo, ben ik toch al bijna 10 jaar betrokken. In oktober vieren we ons 10-jarig huwelijksfeest, zeg maar. Daarvoor staat nog aan de Hagengracht, hadden we ook een klein podium. En daar is het allemaal een beetje ontstaan. En we begonnen wel op een gegeven moment een aantal bevriende muzikanten uit te nodigen die dan een avond gitaar speelden of mooie liedjes brachten. En vervolgens werd het steeds groter. We hebben ongeveer meestal een man of 50 binnen. En we moeten ook aan de veiligheid denken van iedereen. Dus we proberen altijd wel rond de 50 mensen hier binnen te krijgen. Ja, er zit hier van alles. Alle soorten van kunst die zijn hier aanwezig. Ook een gitaarbouwer aanwezig. Dus wordt met wol gewerkt, wordt met verf gedaan. Nog wildhout, wat je zegt. En, van alles is er wat. En dat al 5 jaar lang, ja. Waar natuurlijk daarvoor was er ook al een soort kunstwerkplaats op het Indiaterrein waar we dan bij elkaar waren, een oude fabriek daar. En op een gegeven moment is dat heeft zich opgesplitst op 2 verschillende kunstgroepen. En dit is er één van. En wij hebben hier deze plek gevonden en we hopen hier nog wel een tijdje te zitten. Maar je weet het nooit van tevoren natuurlijk of je ergens lang kunt blijven zitten. Maar zolang het nog kan, blijf hier zitten. Niet net als jij. Het feestje werd helaas overschaduwd doordat de eigenaar de huur heeft opgezegd. De kunstenaars moeten op zoek naar een andere locatie. Afgelopen zondag viel de kindermiddag in het Beeklespark letterlijk in het water. Er was van alles geregeld. Clowns, suikerspinnen, ranja-koeien, een draaibolen en veel regen. Toch was er nog een groep kinderen naar het park gekomen en die konden kijken naar de optreden van de clowns. Een zondag is er een kunstmarkt in het Beeklespark, georganiseerd door AlmeloActief.nl. De activiteitengroep zorgt voor de optredens in de muziekkoepel vanaf 12 uur. Er is een reggae-band, een popcore en de Ierse band The Beggars Clan uit Vriezenveen komt optreden. Zondagmiddag tussen 12 en 5. Goedemiddag dames en heren, welkom bij een nieuwe Almelo 2030. De talkshow waarin jongeren van nu kijken naar de toekomst. Wat uit 2014 moet absoluut mee naar 2030? Vandaag vanuit het Erasmus met de gast de futurologen Tess en Femke. Zij zullen ons ervan overtuigen dat Twents en het beschermen van dieren mee moeten naar het Almelo van 2030. Presentator Leonie, hoe zit dat precies? Goedenavond, ik heb hier Tess en Femke bij me. En Tess, jij bent hier om te praten over Twents. Ja, klopt. Wat vind jij zo belangrijk aan Twents praten?
Ik vind het belangrijk aan Twents praten dat het een stukje goede herinneringen bij ons naar boven brengt. Het is natuurlijk de taal, de dialect van onze streek van Nederland. En in het Westen vinden ze het boers, maar dat is gewoon hun mening. Het is gewoon echt een stukje van ons. Twents is gewoon echt een stukje van ons. Ja, als je zegt herinneringen, wat voor herinneringen denk je dan? Ja, herinneringen van vroeger, van hoe het leven vroeger was. Zoals de ouderen altijd zeggen, ja, vroeger was alles beter. Oké. Waar wordt erg veel Twents gesproken? Kun je een paar gebieden of plaatsen noemen? Nou ja, Twents wordt vooral gesproken door ouderen in vooral dorpen. En vaak door jongens. Ook jongens van onze leeftijd, in dorpen vooral, spreken Twents. Meisjes wat minder. Maar ja, vooral in dorpen en landbouw vooral. Zoals wat ze ook in het Westen ook zeggen. Maar ook in Almelo wordt ook wel Twents gesproken. Ja, kom je ook vaak Twents tegen op school of zo? Of, Nou ja, op school niet. Want scholen zijn er niet altijd even blij mee als leerlingen Twents spreken. Maar ja, eigenlijk kom ik weinig tegen op school. Oké. Waar vind jij dat de schoonheid in zit bij Twents? Ja, toch het stukje herinnering, de herinneringen oproepen van vroeger. Is voor mij de schoonheid van Twents. Wat verwacht je eigenlijk dat gaat gebeuren met het Twents? Wordt het minder de komende jaren dat minder mensen Twents gaan praten of juist meer? Ja, ik denk wel dat er steeds minder mensen Twents gaan spreken. Want ja, je ziet nu al de jeugd praat minder Twents. En het is eigenlijk alleen nog maar beperkt tot dorpen. De enkeling in het stad spreekt Twents. En ja, vooral ouderen. En ja, die ouderen vallen op een gegeven moment ook weg. Maar ik denk wel dat het altijd wel een deel zal blijven bestaan. Ik denk wel dat het minder wordt. Femke, jij bent hier om een beetje te praten over dieren en het beschermen van dieren. Ja, dat klopt. Waarom vind jij dat het zo belangrijk is dat het beschermen van diersoorten het onderwerp is dat gewoon wordt doorgegeven in het jaar 2030? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om, ja, om de beschermde diersoorten te beschermen. Ze heten niet voor iets beschermde diersoorten. Er zijn er natuurlijk heel veel dieren die op het punt staan van uitsterven. En het is natuurlijk heel erg. En het is heel belangrijk dat er deze gedachte dat het heel erg is, dat dat doorgegeven wordt naar de mensen van de toekomst. Aangezien ja, het is een kwestie van ja, het moet doorgegeven worden, anders dan gebeurt er niks. En mensen moeten echt voorop komen. En welke diersoorten denk je dat het niet gaan halen tot in 2030? Nou ja, je hebt nu vooral veel verhalen gehoord over tijgers. Bepaalde soort tijgers en pandaberen. En walvissen wordt heel veel opgejaagd. En dat is natuurlijk hartstikke zonde en verschrikkelijk wat er, ja, wat er gebeurt. En wie kan zich nou een toekomst zonder dieren voorstellen? Dat is toch ja, absurd. Ja, inderdaad. Wat vind je eigenlijk van gewoon het beschermen van alle dieren over het algemeen? Nou ja, ik vind dat het heel belangrijk is dat we alle dieren op de wereld goed behandelen, zeg maar. Ik ben zelf ook vegetariër, dus daar heb ik wel mijn steentje wel bij mee. Ik vind het heel belangrijk dat er nu in de winkels komen er steeds meer biologische producten. En daar ben ik echt heel blij mee. En er komen ook steeds meer make-upmerken die zeg maar niet getest zijn op dieren. Dus we krijgen het onderhand wel een beetje door, zeg maar, hoe het ja, maar er zijn ook medicijnen die worden getest op dieren. Mm-hmm. En vind je niet dat die medicatie hebben sommige mensen echt nodig? Vind je niet dat dat echt noodzakelijk is en dat dieren dan wel moeten worden gebruikt? Nou ja, persoonlijk vind ik niet dat mensen boven dieren gesteld moeten worden. Wij zijn misschien verder ontwikkeld, maar ik vind niet dat je zomaar een deel van ja, van dieren gewoon dan maar uit moet moorden, omdat wij daar dan onze voordelen bij hebben. Nou, bedankt voor alle nuttige informatie. En ja, tot de volgende keer misschien, Femke. Ja. Dankjewel Leonie, dankjewel crew en gasten Tess en Femke. In de tijdcapsule gaan dus mee naar 2030 Twents en het beschermen van dieren. Het was weer een mooie aflevering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
Ben jij een aanpakker, een voor elkaar krijger, een voortouwnemer? Heb je de drive om iets te veranderen? Dan is ProDemos op zoek naar jou. Wij zoeken mensen die niet blijven morren over de politiek, maar actie ondernemen, een plan bedenken en het uitvoeren. Een aanjager die zich belangeloos inzet voor onze samenleving en daarmee iets bereikt. De meesterburger. Ben jij of ken jij de meesterburger van Nederland? Meld je dan aan en win de ProDemosprijs 2015. Ik ben met pensioen en ik wil met mijn levenservaring iets kunnen blijven betekenen voor een ander. Dat je echt in staat bent om contact te maken met iemand die daar behoefte aan heeft. Dus ik luister. Als vrijwilliger bij Sensor luister je naar mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek of het even niet meer zien zitten en bij niemand hun verhaal kwijt kunnen of durven. Altijd anoniem via de chat, mail of telefoon. Sensor.nl/vrijwilligerswerk.